DC Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost vindt het teleurstellend dat een deel van de samenleving de COVID-19 maatregelen niet in acht neemt. Hij wijst erop dat de regering met man en macht werkt aan een veilige situatie voor ieder in het land, maar het lijkt erop dat mensen hun gedrag niet willen veranderen. Het DC benadrukt dat COVID-19 bestrijding veel geld kost. Dit geld en de inspanning kunnen voor andere essentiële zaken gebruikt worden als de gemeenschap meer rekening zou houden met de COVID-regels. En wat we zien, dat juist van wie we verwachten dat ze mee zouden werken, hè, de jongeren van Suriname, en dan vind ik het heel erg, teleurstellend, dat ondanks alle inspanningen die wij vanuit de bestuurdienst ook elke dag plegen en we de mensen constant aansporen, aanspreken, doe het niet, denk erom, we geven het goede voorbeeld. En dan nog zie je dat Surinamers koppig zijn. Koppig, hardhorend. Sorry dat ik het moet zeggen, maar zo is het. We zijn ook hardleers. En de waarom snap ik eigenlijk niet zo goed. Want er is genoeg informatie in de media. Er is genoeg informatie vanuit de regering. We hebben ook het COVID-journaal van u. Desalniettemin zien we wederom dat mensen in het algemeen, maar ook jongeren in het bijzonder, hun gedrag heel moeilijk willen veranderen. Bolla haalt aan dat de COVID-curve een hele poos aan het dalen was. Hij vindt het erg dat het nu weer een stijgende trend vertoont. De DC betreurt het dat mensen nog steeds risico's nemen. En daarom is het belangrijk dat iedereen ook die commitment moet doen. Naar je vrienden toe, naar je familie toe, naar je medestudenten toe, je matties. He? Want ook zij die jij vertrouwt, de mensen die vooral jij vertrouwt, je weet niet waar ze zijn geweest. Je weet niet wat ze hebben gedaan. En je denkt, ah, mijn matee komt, of mijn vriendin komt, sterker nog, of mijn man of vrouw komt thuis, je kinderen. Ieder, niemand uitgezonderd. Niemand uitgezonderd. Je kan het niet lezen op je voorhoofd. Het is niet te zien. DC Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. Hij sprak gisteren in het COVID-19 journaal.